Hoi en welkom bij Product Update nummer 68. Vandaag alleen, vakantietijd. Leon ligt nou misschien wel op je biet zijn met een haren van 12 dames om zich heen. En ik zit hier. Tja, ik moet er wat voor over hebben. Daarom alleen. Dus er zijn wat kleine beperkingjes die ik heb met bepaalde trucs. Ik heb ook een paar even weggelaten. Omdat het gewoon niet logisch zijn om alleen te doen. Maar we gaan gewoon zien hoe ver we komen. Allereerst hebben we hier twee doekjes aan elkaar geknoopt. Een groene en een gele doek. Nou, als je hier van kleur wil laten veranderen, doe je het volgende. En dan laat je ze verkleuren van rood naar blauw. Nou, in theorie kan het ook weer terug. Doe je bijvoorbeeld dit. Dan heb je van even groen naar geel. Nou, dit zijn de verkleurende doeken deluxe. Waarom noemen wij deze deluxe? We hebben deze van een zijdenstof, 100% Chinese zijde. Heel mooi. Loopt ook heel soepel, maar is wat kwetsbaarder, omdat het wat dunner is. En stukken duurder. Ik dacht eigenlijk €25,27,50. Deze doeken zijn gemaakt van, ja, ik noem het een soort parachutestof. Een mooie glanzende, glimmende stof. En voor de prijs hoef je het helemaal niet te laten. Want deze verkleurende doeken kosten €12,50. Dat is een hele goede prijs voor deze set. Super gemakkelijk. Onder andere heel goed te doen als je bijvoorbeeld met Instant Magician werkt. Dus bijvoorbeeld dat is als je een toeschouwer een jasje aantrekt waar je achter staat met je handen erdoor. Hebben we trouwens ook, het heet Kleine Goochelaar. En je moet allerlei trucs doen zonder dat je het zelf ziet. Is dit een van de trucs die je heel makkelijk kunt doen op de tast, zeg maar. Dus de verkleurende doekjes. Deluxe voor €12,50. Dat was nummer 1. Dat was een kleine knip. Ik zal even uitleggen waarom. De volgende truc die we hebben namelijk is een truc met één voorspelling. Leggen we even hier neer. En één spel. Kaarten. Nou, net was ik ook al zover. En toen dacht ik, oh jee, ik heb iemand nodig die een getal opnoemt. Ik zie hier niemand anders. En als ik het getal opnoem, is het natuurlijk nooit eerlijk. Dus, we halen de spelkaarten even uit het doosje. En wat heb ik gedaan? Ik heb even geknipt in de video om twee dobbelstenen te pakken. Het zijn echte dobbelstenen. Dat wil zeggen 2 en 4, 2 en 1, 5 en 1, 2 en 2, nou veel 2 wel toevallig, 6, 2, 4. Dus je kunt er alles mee gooien. Nou, hiermee gaan we het getal samenstellen. Zolang we maar niet boven de 52 gaan, want dan hebben we een probleem. De eerste dobbelsteen die we gaan rollen is voor het 10 getal. Dus 10, 20, 30, 40. 1. Nou, dat is dus iets in de 10. En 4, 14. Fair, toch? Leek mij het beste plan. Dus we gaan op zoek naar de 14e kaart in het spel. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en de 14e kaart. Dan hebben wij hier een voorspelling in zitten. Dat is deze. Een voorspelling. Die is deze. Dan ben ik natuurlijk heel benieuwd of die overeenkomt. Want de 14e kaart in dit setje, dat is de ruit 7. Mijn voorspelling, die al de hele tijd in dit mapje zat, zegt: u kiest de ruit 7. Dan zou je zeggen, ja maar wacht eens even, je hebt het spel helemaal niet laten zien. Misschien zijn het wel allemaal ruiten 7's. Nou, dat is niet het geval, want het zijn allemaal blanco kaarten. Leuke truc. Verkoop me al heel lang. En ik was aan het zoeken, ik denk, wat kan ik even laten zien? Wat al langer hangt bijvoorbeeld, waar we er heel veel van hebben nog. Nou, dat is deze. De naam is Addict. Dit is één van de mogelijkheden overigens. Dus je kan er meer mee. Dit is één van de mogelijkheden hiermee. Addict van Mark Mason. Je ontvangt alles compleet. Een mooi leren mapje. Gimmick. Ja, er is een gimmick. En het enige wat je nodig hebt, in dit geval, als je deze routine wil doen, is een spel blanco kaarten. Dus blanco voorzijde. Rode ruggen, die kun je meebestellen. Die zit er niet bij. Past er niet in. Addict is compleet dus met DVD, met instructies erop. En kost €32,50. Die doen we even netjes
Zo, terug hierin. Oh, ruimte 7, sorry. Zo. Addict by Mark Mason. Ja, dan heb ik heel goed contact met Blond Lee. En we hebben exclusief zijn lijn eigenlijk in Nederland, België, Duitsland. Daar zijn we heel trots op. Je denkt, waar kijkt hij nou naar? Nou, ik kijk naar dit. Dit is zijn nieuwe DVD-set Reborn. Nou, ik weet niet of je bekend bent met balmanipulatie. En dan heb ik het over goochelen. Dus multiplying balls, dus van één bal worden er twee, worden er drie, worden er vier. Een rode bal wordt geel, een gele bal wordt groen. Noem maar op, enzovoort, enzovoort. Nou, dat bestaat al jaren. Zo zeg ik, tientallen jaren, honderden jaren. Maar de laatste jaren, zeker als je de mensen uit Azië bekijkt, de goochelaars die daarmee bezig zijn, is het niet normaal hoe dat vooruit gaat. En je ziet het ook terug hier in Nederland. Je ziet de jongens als Nick Takis en Rafael Scholten en Alfredo Lorenzo, die allemaal met die multiplying balls of met de balmanipulaties bezig. En het gaat steeds verder, steeds cooler. Nou, dit heet niet voor niks, Extreme Ball Manipulation. Ballen die veranderen in een kaart, ballen die weggaan, ballen die veranderen in confetti. Echt de meest gave handeling. Ik zal hieronder een klein stukje van het filmpje laten draaien, dat je een beetje ziet hoe het uitziet. Heel tof. Niet voor beginners. Tuurlijk, je mag hem als beginner kopen, geen probleem. Maar het is wel handig als je enigszins wat ervaring hebt. Overigens, de firma van Blond Lee heet Magiclism. Als je meer van zijn spullen wilt zien, kun je altijd kijken. Als je op de homepagina zit, zie je onderaan alle leveranciers. Zoek je even Magiclism, klik je op, dan zie je al onze producten van Blond Lee. Waaronder ook zijn hele lijn multiplying balls, manipulation balls. Een set van vier ballen, twee shells in allerlei kleuren. Het zijn nagenoeg de beste ballen die op dat gebied te koop zijn. Heel erg goed en heel goed te combineren met Reborn. Ja. Fantastisch materiaal. Als jij gek bent op balmanipulatie en supervisuele effecten, ja, dan mag dit niet ontbreken in jouw bibliotheek. Niet goedkoop, €99. Maar goed, je hebt wel iets heel gaafs. En zoals alle andere producten van Magiclism, de goede producten. Ook toen die vorige manipulatie, TVD, even zijn naam kwijt. Het ging over allerlei dingen met manipulatie. Was ook €99. Je hebt wel hele goede informatie. Het is geen goedkoop gemaakte productie, maar echt professioneel materiaal. Reborn. Ja, dat is ook wel een leuke. Laten we dat eens even doen. Er is namelijk iets nieuws bedacht. Er zijn namelijk schijfjes op de markt. Die kunnen jouw gedachten weergeven. Echt waar. Het hoeft alleen maar in de buurt te zijn van een persoon die ergens aan denkt. En dan geven die schijven geven weer waar je aan denkt. Ik zal het een klein voorbeeld geven. We hebben een spelkaart, zie je. Spelkaarten. Nou. Bij gebrek aan een toeschouwer zal ik zelf de kaart maar min of meer kiezen. We gaan ergens door het spel. Zo, hier ergens pakken we een kaart. Ik zal even... Oké, ik laat hem hier liggen, dan kan ik zo laten zien dat het echt waar is. En dan kun je met deze schijf precies zien waaraan ik denk. Ik zal het even laten zien. Heb je dit op camera? Ik check het even. Ja, heb je op camera. Ik zal het laten zien. Dus je kunt nou precies zien waaraan ik nu denk. Oeps, sorry. Dat was niet echt het plan. Sorry. Ik zal nu echt aan elkaar denken. En je doet dit. En dan komt er een kaart tevoorschijn. Ik zal het laten zien. Oh, zie. Een ruiten 9. Nou, uiteraard ligt hier de ruiten 9. Een klein omweggetje. Waarom? We verkopen dit ook in het klein. Dat is deze. De holographic cards. Dat zijn deze schijfjes. Stel voor je denkt aan een kaart, klaveren 5, hetzelfde verhaal. Dan verschijnt er tussen die schijfjes verschijnt een kaart. Even kijken, een heel klein kaartje. Ik ben die grote gewend, dus dat is iets onhandiger.
en Klaveren 5. En toen dacht ik, ja maar wacht even, als ik die laat zien, die holographic car, moet ik ook de grote versie laten zien. En die hebben we eigenlijk al jaren. Dat is de Jumbo Sexy Vision. Als je langs elkaar legt, Jumbo Sexy Vision. Holographic card kost 10 euro. Heeft enkel het effect, om het zo te noemen, aan de voorzijde. Dus alleen de kaart die onthuld wordt. Jumbo Sexy Vision. Ik denk, kan ik het laten zien? Maar goed, het is niet schokkend. Met de naakte dame. Op de achterkant kun je eerst de naakte dame onthullen. Is hartstikke lachen als je iemand vraagt. Oké, denk aan de kaart. Niet afwijken met je gedachten. Denk echt aan je kaart. Je doet dit. En de naakte dame komt ervoor en zegt, hallo, wat heb ik nou gezegd? Ik weet niet waar jij met je gedachten zit, maar het is de bedoeling dat je aan de kaart denkt. Iedereen lacht. Pak je de andere kant van de schijf. En doet alsnog. En dan verschijnt de kaart. Jumbo Sexy Vision kost 27,50. Holographic card 10 euro. Veel gestelde vraag. Op zich niet onlogisch. Zeggen mensen, ja, maar kan er ook iets anders in? Officieel niet. Maar alles kan stuk, is het motto wel eens hier. Ik weet niet of deze... Ik heb deze wel eens los gehad, maar ik weet niet of ik hem nou weer echt goed vast heb geplakt. Ja, die heb ik goed vastgeplakt. Oké. Okay. Deze kant ook. Ja, ik ga het laten zien. Deze kant kan gewoon los. Het is niet de bedoeling, maar dit kan gewoon los. En als je de foto eraf haalt en vervangt voor iets anders, dan kun je er ook iets anders achter, folie, zeg maar. De folie wat erop zit, kun je vastmaken. Is dus niet de bedoeling, zeg ik er even bij. Maar omdat mensen het wel veel vragen hier in de winkel. Het kan wel. Dus als je zegt, ik wil die ruiten 9 vervangen voor iets anders, moet je het voorzichtig loshalen. Leg er iets anders onder, een getal, een aerospaceable, noem maar op. Oké, okay. Jumbo Sexy Vision en holographic card. Ook geen nieuwe dingen trouwens, maar dat maakt niet uit. Niet alleen nieuwe dingen zijn mooie dingen. Dan ben ik er zeer trots op dat we met Andreas Sebring exclusief zijn productenlijn mogen voeren. En die zijn we al flink aan het uitbreiden. Allereerst hebben wij zijn Sebring Thumb Rider Deluxe set. Nou, ik heb ervoor gekozen om de complete sets te doen. Niet allemaal losse onderdeeltjes. Misschien dat dat nog komt. Als jij werkt met een Thumb Rider tuinschrijver. Dit is echt super. Ik ga je laten zien waarom. Ik ga niet vertellen wat je doet. Ik ga het wel laten zien. Mag je zelf verder daar je idee aan vastknopen. Wat je krijgt is een klein bordje. Nou, dat bordje. Je ziet de kaartjes afhalen, hierbij zetten. Dat is niet nodig. Het bordje heeft een kleine clip. Die clip maakt het makkelijk om het bordje vast te houden. Zo'n mooi bordje. En nou ja, dat stelt je in staat om zelfs de langste woorden te gebruiken. Omdat je niet je moeite hoeft te doen om dit allemaal te doen, zeg maar. Maar je kan het gewoon zo vasthouden. Dat is al één. Dit dingetje is trouwens voorstelbaar. Kun je op elke kant zetten. Dus kun je overal neerzetten waar je wil. Dus dat is één ding wat erbij zit. Een extraatje, maar wel verrekte handig. Al zeg ik het zelf. Dan heb je twee riders erbij zitten. Dit is de... ik noem het even vetkrijt, om het zo simpel te zeggen. Oh, heb ik geen papiertje bij de hand natuurlijk. Pak ik al van doosje. Kijk, dit is een dikkere lijn. Nou, er zit iets bij wat hier niet moet zitten. Dit past hierop. Ik zal een beetje openmaken, je moet wel maat maken natuurlijk voor jezelf. Past hier zo op. En dan kun jij daarmee doen wat je nodig acht. Dit is een dikkere, ja, hoe noem ik vetkrijt noem het even. Het ziet er een beetje misschien uit als je het op gewoon papier doet. Schrijft het makkelijker als een beetje een Sharpie. Is helemaal compleet. Het is van metaal. Dus magnetisch. Dus je kunt het op allerlei plekken verstoppen voordat je het nodig hebt. Er zitten vullingen bij. Een rode vulling. Die kun je gewoon hierin plaatsen. In stukjes. Dus er zijn eigenlijk heel veel stukjes vulling als je die nog doorsnijdt. En een zwarte vulling. Daarnaast heb je ook nog een complete pencil writer. Ook magnetisch. Er zit weer een ander clipje bij. Kun je ook uitwisselen onderling. Magnetisch kun je afstelen. En deze past ook normaal op je duim. Maar ik heb hem nog niet op maat gemaakt van mij. En dan trekt hij een potloodlijntje, zeg maar. En ook hier is degelijk staal waar het van gemaakt is echt. Ook hier refills erbij. Met allemaal twee kleurtjes zwart en rood.
Dus je krijgt eigenlijk ja, fantastische spullen. Laat ik zo zeggen, dit is materiaal waarover is nagedacht. Het is niet dat iemand zegt, goh, laat ik eens even wat maken. Dit is uitgebracht, bijgewerkt weer bijgeschaafd. En uiteindelijk, na al die jaren, is dit het resultaat. Dus even netjes terug. Krijg je compleet met allerlei routines. Want uiteraard kun je daar heel veel mee. En de set kost €69. De Sebring Thumbwriter Deluxe set. Nou, als je een beetje een goede Thumbwriter hebt, zit je ook op €20-25. Met alle extra's erbij is het een hele goede prijs. Exclusief bij Dynamite Magic Shop. Dan heeft diezelfde Andreas heeft nog meer effecten uitgebracht. We hadden van de week toevallig een exemplaar van The Eye of Odin. We wilden er heel veel van hebben, maar er was er maar één op voorraad. Dus langzaam wordt het geproduceerd. Nee, langzaam. Het is veel werk om te produceren. En hij had er één op voorraad. Later dit jaar komen er meer. Nou, die was binnen één dag ook weer weg. Dus die kan ik niet laten zien. Wat ik wel kan laten zien is engraved. Nou, wat is engraved? Engraved zou dit kunnen zijn. Je legt dit zo op tafel. Je toont dit. Daar doe je een papiertje erop. En je vraagt aan de toeschouwer. We kennen elkaar niet. Nee, wat is jouw naam? René. René, oké. Okay. Schrijf je op. Wat is jouw... noem een getal onder de 100. Ik noem iets even, kan alles zijn. 17. 17, oké. Okay. Schrijf je op papier, laat je ook iedereen duidelijk zien. En dan zeg je nou... je bent met me eens dat ik dat alles niet van tevoren kon weten. Dat is ook echt zo. Geen pre-show werk. Zeg je, klopt. Nou, hier, ik heb hier een zakje. Normaal is dat dicht. Zie je, daar zit iets... kettingje uit ook. De toeschouwer mag zelf het kettingje pakken. Nou, in het zakje zit namelijk een medaillon, zie je. In dit geval is dat een medaillon met een BMW-logo. Maar mooier is dat op de achterkant van de medaillon staat wat gegraveerd. Dus ik heb het niet over opgeschreven, het is echt gegraveerd. Of ik kan laten zien, ik kan het niet zo zien of dat duidelijk te zien is. Het zit er echt in. Dus je kunt het niet eraf rijden. Het is echt gewoon ja, 3D erin gegraveerd. Dan staat hier 17 en René. Uiteraard wist ik nu wat ik ging noemen. Maar normaal is het dus echt wat de mensen opnoemen, verschijnt hierin zonder pre-show work. Dat betekent, de informatie die mensen jou geven, die verschijnt ter plekke, nou verschijnt in het medaillon. Klein beetje achtergrondinformatie over metal writing. Metal writing is een heel grafisch en indrukwekkend iets. Je kan ervoor kiezen om de medaillon zo te zeggen van nou, alsjeblieft, souvenir. Dat kan. Maar dan moet je wel op rekenen dat als je dit als navulling gaat kopen, deze medaillon, dat je ongeveer €15 per keer weggeeft. Nou, dat is natuurlijk niet direct de bedoeling, maar als jij goed betaalde shows hebt, of een trouwrijf dan ook, is dat wel heel gaaf. Maar dit oppervlak wat hier achterin zit, dat kun je resetten. Je kan dat resetten in 5 seconden als je meerdere optredens op één avond doet. En die kun je tot 7 keer achter elkaar vertonen. Ik wil het niet helemaal uitleggen. Kun je dat 7 keer achter elkaar vertonen. Daarna heb je echt even, moet je echt even een half uurtje gaan zitten om de 7 gravures die je gemaakt hebt te resetten. Dus dat betekent als je thuis bent, kun je die 7 gravures resetten en dan kun je het weer 7 keer opnieuw doen. Is dat veel werk? Nou, het is niet veel werk. Zeker niet als je daar handiger in wordt. Maar het is wel absoluut iets wat je even moet doen. Nou, je ziet hier een BMW-logo op zitten. Nou, dat is natuurlijk wat erbij zit. Maar er zit wat voorbereid is. Maar er zitten een heleboel andere logo's bij. Je kan een glaasje eruit halen. Kun je van alles inzetten. Je kunt ook je eigen logo erin zetten. Je kunt een soort van horloge laten lijken. Dus je kan dit naar smaak aanpassen. Je krijgt uiteraard een instructie-DVD. Instructieboekjes krijg je erbij. En je krijgt van alles erbij. Stiften krijg je erbij. Je krijgt alles wat je maar kunt bedenken. Ook het, ik noem het even de reset tools. Dus om het allemaal te resetten. Want het is toch wel nodig. Dat je... dat je het weer opnieuw kunt gebruiken. Nou, om het te resetten zit er een speciaal materiaal bij. Want de gravure moet verdwijnen en je moet het weer opnieuw kunnen gebruiken. En daar zit materiaal bij voor ongeveer 200 keer.
Dat is, ben je wel even zoet voordat je dat 200 keer gedaan hebt. En na die 200 keer kun je bij ons een nieuw refill setje kopen. Van een speciale spul, niet zo heel duur. En dan kun je het gewoon 200 of 300, 400 keer, afhankelijk van hoe groot dat je je refill set wil hebben, kun je kopen. En dan kun je het weer opnieuw resetten. Nou, de engraved, wat ik net liet zien, kost €249. Maar je hebt wel een heel exclusieve truc. Ja, truc is een wonder. Ik bedoel, vertel, maak een mooi verhaal bij. Het is een magisch medaillon. Het is opgegraven daar en daar. Je hebt het helemaal laten opknappen. Je hebt het bij je. Zit in het zakje. Enzovoort, enzovoort. Engraved van Andreas Sebring. Oké, dan hebben we nog één laatste affectieke liggen. Wederom een kaartspel. Met daarop een voorspelling. Die voorspelling zit vast op het doosje. Het elastiekje houdt tegen dat hij open kan. Dus ik kan hem niet verwisselen. En ik heb iemand nodig die een kaart opnoemt. Nou, omdat ik jullie thuis niet kan horen. En het al eerder opgenomen is ook. Doe ik het even hiermee. Hetzelfde kaartspel als daarnet. Allemaal verschillende kaarten. Nou, om het eerlijk te maken. Schudden we de kaarten door elkaar. Ik doe dit. Kijk even naar boven. Doe dit ergens zo. Kaart eruit. Apart. Zo. Waarom doe ik dat? Dat heb ik al uitgelegd. Omdat ik alleen ben en niemand mij wil helpen vandaag. Nee, ik heb een kaart nodig die iemand noemt. En die kaart is vandaag de ruitenvrouw. Oké. Okay. Nou, uiteraard zit in dit spel ook een ruitenvrouw. Het zijn allemaal rode kaarten. Uit het doosje. En we gaan op zoek naar de ruitenvrouw. Zie je? De ruitenvrouw. Zo. Alle kaarten gaan terug in het doosje. Zo, het doosje gaat dicht. Nou, die wordt hierbij. Niet door verwarring gaan zaaien. Ruitenvrouw was de gekozen kaart. Zeg het nog eens zo. Nou, die wist ik al weken geleden. Want weken geleden heb ik een voorspelling gemaakt. En die heb ik zelfs vastgeplakt op het doosje, zodat ik het niet zou kwijtraken. En je wilt natuurlijk zien of dat klopt. Nou, ik zal laten zien. Dat zie ik eraf. Hou het papiertje open. Want daar staat op. U kiest de ruitenvrouw. Zie je? U kiest de ruitenvrouw. En daarmee is het einde van dit effect. Genaamd Mental Parano. Mental Parano. Effect van Michael Chatelain. Nou, het leuke is, wij verkopen eigenlijk al vanaf dag 1 alle effecten van Michael Chatelain. En we gaan de komende updates die oude effecten ook even laten zien. Want persoonlijk moet ik zeggen dat ik zelfs de oude effecten vaak nog beter vind dan zijn huidige effecten. Maar dat is een persoonlijke smaak. Dit is er één van. Je krijgt dit precies zoals ik het nu in mijn handen heb. Alleen de tekst op het briefje is nog niet geschreven. Omdat je, stel voor dat ik het naar Duitsland stuurt, staat daarop. U kiest. Dus je kunt zelf opzetten. Ik denk dat jij de Hubblepup kiest. Dat moet je zelf nog even doen. Dus je de preparatie. Nou, en de truc is, als het helemaal klaargemaakt is, super gemakkelijk. Mental Parano kost €36 en ontvang je compleet met de Nederlandse instructies. En voor de rest check ik even mijn lijstje voor mij. Maar ja, daar kan weinig meer opstaan, want dan kijk je langs me op de stoel. En die is leeg. Het was een rustige update. Dat bedoel ik niet alleen dat Leon heel druk is, maar normaal zitten we met z'n tweeën is toch anders. Nu ben ik alleen maar tegen jullie aan het kletsen. Mocht je al vakantie hebben, dan zou ik zeggen geniet van je vakantie. Mocht je op vakantie krijgen of nog op vakantie gaan, zou ik zeggen een hele fijne vakantie. Ik ben over dik 2 weken ook eventjes op vakantie. Maar Leon is gewoon hier. De winkel blijft gewoon open. Je kunt gewoon bestellen. Dus er is niks wat jou tegenhoudt om in deze vakantie lekker te gaan goochelen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.